We hebben natuurlijk glas of ja, nee, cold chickens. Dus wat dat betreft, yo, hey, er moet overal op het moment genoeg kool aanwezig zijn. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog bij een nieuw abonneer. Welkom. Ik zag in de reacties staan dat mensen zeiden Duffy, bijvoorbeeld dan kan je misschien beter een epic lootkist openen of rares of wat dan ook. Want daar zit op zich ook wel goede loot in. Eigenlijk zou je ze allemaal voor moeten openen, want dan weet je ongeveer een beetje wat erin zit. Maar goed, in Legendary Loot kan dus blijkbaar wel hele goede loot in zitten. Maar ja, ik heb er een soort van, denk ik, bad luck Brian mee, om zo maar te zeggen. Wat natuurlijk jammer is, want ik had echt gehoopt van dit gaat de shit worden, maar vooralsnog niet. We gaan in ieder geval wel vandaag natuurlijk verder met hetgeen waar we natuurlijk heel de tijd mee bezig zijn geweest. Met alles te fixen, waar we hier een ontsnapte diamond kip hebben. Ik weet niet wat je aan het doen met pannenkoek, maar jij gaat wel lekker even met me mee. En zelfs deze lore kip. Dus wel eens, af en toe ontsnapt er nog wel eens een kippetje. Maar dan moeten we die gewoon even weer terugstoppen in hetgeen waar zij thuis horen. Net kip, jij mag daarin. Oh. Ik zei, kutkip, jij mag daarin. En diamondkip, jij mag daarin. Mensen, mocht je natuurlijk het ondertussen leuk vinden, je kan natuurlijk altijd vast even de duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer natuurlijk, welkom. We gaan dus vandaag verder met, ik denk eventjes nu in eerste instantie een power opslag erbij te maken. Dit is natuurlijk op dit moment onze power opslag. We zijn natuurlijk bezig met het maken van een autosmelterie en alles erop en eraan. Of ieder nee, een auto oorverzamelaar, om het zo maar te zeggen. Alleen dat heeft behoorlijk wat power nodig. En we hebben daar gewoon nu veel te weinig voor. Dus daar moeten we in ieder geval mee bezig. Dus extra solar panels, extra opslagtanks en alles erop en eraan. En wat ik ook nog wil doen is hier eigenlijk even een extra kippenhok bij te maken. Want ik heb hier natuurlijk inmiddels hier nu glaskippen in zitten. Die inmiddels al wat flink wat eieren hebben gelegd. Zie ik inmiddels al 3. Zodat we die in ieder geval er ook hebben. Dus ik wil daar eventjes vandaag allemaal mee bezig gaan. En dan kunnen wij zeer binnenkort dus ook al bezig gaan met het fixen. Van dus al die automatische ores. Ondertussen natuurlijk ook nog gewoon de smelterie daar leeg halen en alles erop en eraan. Dus we hebben vandaag een drukke dag. Maar ik heb er wel zin in en ik hoop jullie, de kijkers, dus ook. Daar we deze daar nog even bij in, doen we die daar nog even erbij in. Zo. Dan zijn die ook allemaal weer Gucci. Kan dit allemaal weer opgestapeld worden. Zo. Oké, toppie. Voor de rest hoef je nu helemaal niks te doen. Laten we eerst eventjes trouwens daar gaan beginnen met dat ding goed te maken. Dan kunnen we even dadelijk die kippen in te flikkeren. Dus wat we daarvoor nodig hebben is eigenlijk vrij simpel. We hebben nodig nog wat hoppers. Ik dacht dat ik nog hoppers had. Heb ik die inmiddels echt allemaal opgemaakt? Nee. Nee. Tuurlijk niet. Die hebben we nog gewoon. 2 kisten erbij. Zo. En dan moeten we eventjes nog carpet hebben. We hebben hier 2 carpet. Dat is niet genoeg. Maar we hebben wel 2 keer gele wol. Dan weet je wat? Ik wil gewoon witte wol doen. Nou, we gaan gewoon even naar onze mob farm toe. We hebben hier toch genoeg dingen in zitten nu. Ik moet zeggen, het is wel echt heel erg chill. Oh, wow, ik ben natuurlijk even aan de kant geschoven. Maar kijk, dit is gewoon heel chill. We hebben gewoon even strings nodig. Ach, weet je wat? Dat pakken we gewoon even hieruit en we kunnen weer door. Dat is wel echt, echt super chill. Want dit brengt toch wel meer supplies binnen dan dat ik had gedacht. En ja, ik ben er wel blij mee. Of wel blij mee. Ik ben er eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heel blij mee. We hebben hier een ontsnapte kip. Kom hier. Gaan we ondertussen eerst even snel een slaapje doen. Zo. En dan kunnen we dat doen. Ik weet niet waarom die kippen ontsnappen. Ik denk dat ze gewoon af en toe door die blokken heen glitchen. Maar aan de andere kant, als dat alles is en voor de rest werkt het allemaal gewoon toppie, vind ik het op zich niet zo heel erg erg. Goed, dan moet je dus nu even een kist neer gaan zetten. Dat komt dan letterlijk hier. Toch? Ja, die komt precies hier te staan. Hopje erop, hoppetje erop. Aan de achterkant. En voor de rest alleen maar op te vullen met cobblestone. En natuurlijk uiteindelijk komt er half slabs overheen, zodat we daar makkelijk kunnen gaan staan. En dat komt ook weer helemaal goed. Die gaat weg. Die gaat weg. En die gaat weg. Hebben we half slabs op zak? Nee, waarom zouden we? Waarom zouden we, Duffy? Nou, het zou handig kunnen zijn misschien. Even kijken. Half slabs. Heb ik die überhaupt nog wel? 2. Zo. 2 hele half slabs. Dan moet je even snel bijmaken. Nou goed, dat is ook zo gedaan. Zo, dat moet meer dan genoeg zijn. En dan kunnen we in ieder geval ook uiteindelijk dus onze glaskippen in kwijt. Want dat is toch ook wel makkelijk als we die ook even in een bepaald kooitje kunnen hebben. Dan zijn natuurlijk nu hier op dit moment alle hokken vol. Maar we kunnen natuurlijk altijd bijbouwen mocht het nodig zijn. Dus op zich, het maakt niet zo heel erg veel uit. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat deze eieren uitkomen? Dat duurt nog wel even. Oké, goed, maar niet uit. Die zijn sowieso deze aflevering denk ik nog wel klaar. En zo niet, dan komt dat in ieder geval nog wel. We hebben hier nog een glaskip. Nou, deze nog even hier zo erin. There we go.
Hoeven we op zich niet eens naar te gaan kijken. Gaan we nog rebreeden op het moment? Ik denk het niet. Ik denk dat de instant nu wel even goed is wat we allemaal van gaan krijgen. Laten we ons nu eventjes gewoon gaan focussen op het maken van de dingen die we moeten maken. En dat is in dit geval dus extra capacitator banks gebeuren. En in ieder geval meer solar panels, want deze zijn nog lang niet genoeg. Dus ik denk dat we bezig gaan in eerste instantie met het maken van solar panels. Is het het waard om hogere dan 3 te maken? Misschien solar panels 4, dat is natuurlijk wel een... Ja, misschien is dat nog wel decent om te doen. Wat is dit in godsnaam? Oh my god. Oké, goed, maakt niet uit. Laten we zo doen, mensen. We gaan eerst denk ik beginnen met het extra maken van solar panels 3. Zodat we daar in ieder geval heel veel van hebben, kunnen we altijd natuurlijk nog doorgaan. Dus wat we moeten gaan doen, is we moeten in eerste instantie beginnen met heel erg veel gewone solar panels te maken. Kortom, mirrors en alles erop en eraan. Goed, dat gaan we dan doen. Het enige wat we daarvoor hoeven te doen, is natuurlijk even onze inf te legen en dan gewoon de normale supplies te hebben. We hoeven dit te doen, dan komt er dan in ieder geval al gold uit. Toppie, dit douwen we hierin. Wat ik zei, we gaan even onze inf opruimen, dan gaan we gewoon eraan beginnen. Die douwen we ondertussen daarin. Nou, maakt er misschien heel veel uit. Dit douwen we gewoon even allemaal hierin. Maar niet nu gewoon, fuck it. Die doen we erin, dit kunnen we wel hier gewoon even houden. Oké, toppie. Goed. Wij hebben dus nodig voor onze gewone solar panels. Mirror, dat is gewoon letterlijk glas en iron. Glas met iron. Eens even hierin te kijken, hier hebben we geen glas in zitten. Hier hebben we verder ook niks meer in zitten. Hier hebben we ook geen glas in zitten. Hier hebben we een hele stek glas in zitten. Is niet zo heel erg veel, maar... beetje iets of niets. Pakken we deze eruit. Hop, hop, hop. Maar dat komt dus ook alvast doorgaan. We pakken dit erbij. We hebben nog een blok of iron hier. Dus die gaan we ook meteen even omgooien. Ondertussen kunnen we denk ik wel een nieuwe led erbij inflikkeren. Ja hoor, toppie. Oké. Dan moeten we dus nu mirrors gaan maken. We hebben er pittig veel nodig. Dus wat dat betreft, yep, we maken dit gewoon even allemaal. Dat is letterlijk alles iron wat ik op dit moment op zak had. Nou goed, dat maakt op zich ook helemaal niet uit. Zo, nou dit heel even hierin terug. Dan hebben we nodig redstone. En we hebben nodig dus hout. Is dit al ons hout eigenlijk nog? Even kijken. Wow, dit is alles hout nog maar. Holy shit, we gaan voor het eerst echt gewoon onze kippenfarm gebruiken om hout te gaan pakken, omdat we gewoon out of wood zijn. Gelukkig hebben we hier natuurlijk flink wat hout in zitten inmiddels alweer, dus dat is in ieder geval fijn. Maar ja, wie had dat gedacht? Nou, ik moet zeggen, dit is wel geniaal. Oh, even kijken, wat is onze goldkist? Is dat hier? Ja, dat is deze. There we go. Ik vind het wel geniaal dat we gewoon echt een keer de houtkist nodig hebben om gewoon aan hout te komen. Wauw. En hoe gaat het hiermee? 37%. Ik moet zeggen, die eggs komen langzaam uit van de glaskippen. Maar uiteindelijk, als ze het natuurlijk hebben, gaat het natuurlijk uiteindelijk wel snel. Goed, we hebben hier dus gewoon letterlijk hout voor nodig. Dus zullen we de helft nog even omgooien? Ik denk dat dat wel kan. Dan klikken we nu deze aan. Boom. En moet je nagaan dat we nu maar 12 solar panels hebben gemaakt. Oké. We hebben hier een probleempje, zie ik nu al wel. Dus wat wij gaan doen... is we pakken dit. Jij mag even sneller gaan. Of weet je wat? Jij mag sneller gaan. Heb je eigenlijk nog genoeg power? Op zich wel. Wij gaan eventjes ervoor zorgen dat we veel glas gaan hebben. Oh, ik kan dit beter even zo doen. Door gewoon eventjes veel ovens aan te flikkeren. Ja, weet je wat het is? We hebben gewoon veel glas nodig, wat ik al wel merk. Dan kan ik beter nu een hele grote smelter aan gaan flikkeren. Dat het in ieder geval werkt en dat ik nu niks aan het doen ben. Dit is wel even heel naam. Want ik moet dus nu shift indrukken om natuurlijk hier ze op te kunnen zetten. En dat is eventjes irritant met een jetpack, maar goed. Oké, hoppatee. We gaan gewoon eventjes allemaal stekken zand hier omsmelten gewoon, want ik vind dat het gewoon nodig is. 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Wat we gaan doen is als volgt. We gaan gewoon letterlijk 8 stekken zand maken, om zo maar te zeggen. Dan gaan we gewoon even snel doen. Omdat we dan in ieder geval genoeg glas hebben voor onze solar panels. Natuurlijk had ik liever het nu allemaal met kippen gedaan. Daarom zijn die natuurlijk nog allemaal aan het maken. Maar goed, we hebben daar gewoon nog niet genoeg voor. Dus we moeten even op deze manier het doen. Ja, dan doen we het ook maar lekker op deze manier. There we go. En there we go. Komt allemaal maar. En dit nog even meenemen. Zo. En jij ook. Goed. Moeten we dus nu eerst even overal. We doen een halve stek. Dus overal moet nu letterlijk 4 kool in. Om een halve stek om te kunnen laten smelten. Dan gaan ze eerst even snel nu de boel opvullen. Zo. En dan kunnen we hier meteen een halve stek eigenlijk op zich ook wel erin douwen. Dan kan dit alvast gaan omsmelten. Want we hebben het gewoon nodig. Willen we uiteindelijk natuurlijk door kunnen gaan. Overigens weet ik niet, mensen, hoeveel we uiteindelijk van alles nodig gaan hebben. Dus we smelten gewoon even veel om. En we gaan natuurlijk uiteindelijk allemaal wel zien hoe en wat allemaal. Ik heb niet naar gekeken of uitgerekend van, yo, ik heb dit of dat nodig. Dus we gaan het allemaal wel zien. Zo. Zo. Het is zo... raar om dit te moeten doen. Nee, de ene keer moet splitten, de andere keer gewoon erin moet zetten. Splitten erin zetten. Zo en zo. Zo
En zo. Goed. Leg het even lekker allemaal omsmelten. Dan kunnen we op zich ook wel even dit allemaal hier even bij aanvullen. Gaat dit ook weer door, toppie. En dan moeten we even gaan kijken wat we nu in de tussentijd kunnen doen. Want we kunnen volgens mij wel up gaan graden naar alvast solar panels 2 in aantal. Dat is op zich geen enkel probleem, doordat het natuurlijk ondertussen gewoon lekker aan het omsmelten is. Ondertussen moet ik ook hiermee door blijven gaan. Want het is ook belangrijk dat dit gewoon omgesmolten wordt allemaal. Ja, het is op dit moment echt een drukte van je welste hier. Maar goed, het is op zich ook natuurlijk wel chill dat het zo doorgaat. Goed, solar panels 2. Die kunnen wij al maken door alleen maar een piston letterlijk te zetten. Hebben wij nog pistons over? Anders gaan we gewoon ook even een hele grote lading pistons maken. Ik zie het zo 1, 2, 3 niet zitten. Dus ik denk dat wij geen pistons meer hebben, right? Nee, dat hebben we niet meer, joh. Goed, dan pakken we dit. Wat hebben we eigenlijk allemaal nodig van piston? Cobblestone, iron en hout. Cobblestone, iron, hout en redstone dan. Maar goed, dat ja. Cobblestone, iron. We hebben hier nog heel wat iron blocks. Doen we even zo. Dan pakken we die er even bij. Daar heb je overigens ook nog glas in zitten. Dat mag het ook wel even uit. Hop, hop, hop. Je moet ook ondertussen allemaal doorgaan. Ja, het is echt, echt druk wat we allemaal doen. Zeg maar, het lukt allemaal. Dat is belangrijk. Ik weet mijn god niet hoeveel we er nodig hebben. Maar ik heb zoiets van 32 moet vast goed gaan komen. Kennen we nog mensen het iron probleem? Ja, er is nu niks meer van te merken, hè? Jongen, zeg. Een iron probleem, of een iron probleem, ik bedoel een redstone probleem. Een redstone probleem dus, waar heb je het over? Je hebt genoeg redstone, kappa. Even kijken. Zo, moet je zien joh, we hebben hier al een hele lading redstone in zitten, super chill. Hoe gaat het verder hiermee? Is er al een kip uitgekomen? Nee, nog steeds niet. Die gaan echt heel langzaam, wauw. Ondertussen heel snel even bij de mob farm kijken, toch even spieken van, hey, wat hebben we allemaal weer binnengekregen? Ik vind het toch leuk om te blijven doen. Een rare loot bag. Oeh, wat is dit? Floral Pink Flower of Powder. Geen idee wat dat moet zijn, maar het zal wel. Oh, die wil ik helemaal niet mee hebben. Ga eens even terug. En voor de rest nog niet echt iets verder, iets decent waarvan ik denk van, yo, we can use that. Maar dat maakt op zich helemaal niet uit. We gaan ondertussen weer snel hier naartoe. En dan kunnen we hier weer doorgaan met het maken van de rest van de dingen. Kijk, dit schiet tenminste op, weet je. Je krijgt tenminste wat glas hier allemaal uit. Super chill. En dan kunnen we tenminste nog weer wat extra solar panels maken. Want ik heb er wel door. We hebben er echt kapot veel nodig. Dus ja. Maar goed, dit werkt goed even zo smelt 3. Uiteindelijk is dit natuurlijk niet meer nodig. Dat we natuurlijk uiteindelijk al die glaskippen hebben. Maar voor nu. Working very good. Zo, dan kunnen we even wat extra mirrors maken. We hebben toch nog genoeg iron. Weet je wat? Aangezien we toch altijd genoeg iron hebben. We gaan gewoon even hier de iron ophalen. Waarom moeilijk nog eens makkelijk kan. Ik weet zeker dat hier kapot veel in zit. Oké, het kapot veel valt op zich ook wel mee. Want we hebben natuurlijk al een keer heel veel gebruik eruit. Maar, zoals ik de hele tijd al zeg, we maken al deze dingen natuurlijk niet voor niks. Dus lekker mee doorgaan. There we go. En alles is voor de rest op qua glas. Nee, nog niet eens. Hoppatee. Nu is alles op qua glas. En dan kunnen we nu meteen eigenlijk dit klikken. En waarom niet gewoon, oh, ik heb geen hout meer. Aha. Zo. Oh, nee. Zo. Ik heb geen idee hoeveel ik heb. Ik heb nu inmiddels 31. Hey, 31 solar panels. Kunnen precies. Komt precies uit. We hebben inmiddels nu 4. Moet je nagaan, mensen. Oh my god. Wauw. We hebben gewoon nu letterlijk een hout tekort. Alles erop en eraan. Van die supplies waar je denkt van daar heb je eigenlijk nooit tekort aan. Om gewoon alles te kunnen maken. In freaking sane, isn't it? Wauw. Dit is werkelijk wel insane. Oké, zo. Moet ik deze nu extra. Oh, deze kan ik ook nog weer extra maken. Wat hebben we hiervoor nodig dan? Gewoon pistons, oké. Hebben we hier nog een keer wat van gemaakt? Doen we deze. En nog een keer 4. We hebben inmiddels nu 8 solar panels 2. Moet je nagaan. Daar kunnen we maar 2 dingen van maken. Of solar panels 3. Hè? Moet je nagaan, mensen. Hoeveel supplies zou op dit moment aan het opbunkeren zijn. Om dit te kunnen maken. Maar goed. Ik heb het gewoon nodig. Dus aan de andere kant. Ja, I don't give a fucking damn. Maar ik heb nog wel meer glas nodig. Wat ik nu al wel zie. I need more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 10. Jij mag even daar gaan liggen. Je moet even daar gaan liggen. We hebben nog veel en veel meer nodig, mensen, waar ik achter ben gekomen. Dus wij gaan ook vooral dat natuurlijk nog eventjes door om nog meer te maken. Want ik heb nog veel en veel meer glas nodig. Uiteindelijk met het hele project. Dus ik kan me beter meteen ermee bezig dan dat ik daar te weinig heb. Heb ik überhaupt nog sticks? Want ik heb bijna echt. Ik heb hier gelukkig nog sticks. Ik wil zeggen, want ik heb echt gewoon helemaal geen hout meer, niks. Oh my god. Het is een duur project, mensen, maar het gaat zich allemaal terugbetalen. Zo moet je het ook maar weer zien, weet je. Duur project, maar het komt allemaal weer goed. De eerste ovens gaan hier ook inmiddels weer uit. Nou ja, dan ga je lekker uit, joh. Hè? Doe lekker zo, man. Doe lekker zo, joh. Gaan we dit even nu allemaal omhoog doen. Hop.
Was dit alle gravel al? Oh, dat valt op zich best mee. Zo. En zo. Oh, dit wordt zoveel zand, mensen. Maar goed, wat ik zeg, we hebben het allemaal gewoon nodig. Er wordt gewoon allemaal glas dit, moet je nagaan. En als we natuurlijk uiteindelijk, wat ik al zei, dus de dingen hadden gehad. Nou, al genoeg glaskippen, dan was dit allemaal niet nodig geweest. Maar ja, dat hebben we niet. Dus dan moeten we het maar op deze manier rollen met alles. Ik weet hier beneden nog wat zand dicht. We hebben elk stukje zand op dit moment nodig om gewoon glas van te maken. Uiteindelijk zullen we te veel hebben, maar ja, dan kan op dit moment echt geen fuck om geven. Dankjewel. En we gaan dit nu snel hierin doen. En het mooie natuurlijk er ook aan is op dit moment is, we hebben natuurlijk cold chickens. Dus wat dat betreft, yo, hey, er moet overal op het moment genoeg kool aanwezig zijn. En zo niet, dan hebben we pech, moeten we ook nog kool extra zien te maken. Maar ik denk dat we wel genoeg hebben, want we hebben natuurlijk maar 8 kool per oven nodig. Dus wat dat betreft hebben we, wat is het, 4-5 stacks nodig of zoiets uiteindelijk. Dus dat valt dus ook nog wel mee voor nu. We gaan even snel naar onze cold chickens toe hier. Zie je maar weer, het is gewoon handig om dit soort kippen af en toe te hebben. Want we hebben gewoon echte supplies nodig. Oké, anderhalf stack hebben we hierin zitten. Nou, dat is denk ik wel genoeg, denk ik. Of niet? Nou, ik weet eigenlijk niet. Misschien ook wel niet eens, maar goed. We gaan het zien. We kunnen hier in ieder geval 8 ovens mee vullen. Jij mag aan. Je moet overigens nog wel even het glas eruit halen. Dan mag jij aan. Dit is echt insane, mensen. Dit is nou echt insane. Maar ik vind het wel episch om te doen. En doen we nou nog even snel met deze. Splitten. En dan gaat dit ook allemaal door. Goed, we hebben hier 2 stacks kool voor nodig gehad. Maar ja, betaalt ze ook allemaal wel weer terug uiteindelijk. We hebben toch die koolkippen. Dus het wordt tenminste nu eens een keertje goed gebruikt. Hé, zo moet je natuurlijk ook maar weer zien. Dit gaat dan dus natuurlijk ook allemaal weer lekker door. Dan kunnen we dus morgen bezig gaan met het maken van solar panels 3. En ook natuurlijk weer nog weer gewone solar panels. Want dan kunnen we er pas 2 extra maken. Ondertussen denk ik dat we in de tussentijd ook nog bezig zullen gaan met deze banks te maken. Dat we alvast misschien wat power kunnen gaan opsparen. Uiteindelijk hebben we dan waarschijnlijk morgen pas echt onze eerste glas chicken. Oh, die zijn er al, onze babytjes. Nice. Die gaan we dan vast eventjes vervoeren. En dan komt het voor de rest ook allemaal wel goed. Voor nu mensen, enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Sky Factory. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk even allemaal dat duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer. En mensen, tot morgen.